Nou, welkom op dit filmpje over Zuid-Amerika. Het eerste van twee filmpjes. Dit is het fysisch geografische filmpje. Kijk ook vooral mijn filmpjes over Brazilië. Die heb ik gemaakt voor de HAVO, maar als VWO-leerling moet je die ook kennen. En ik verwijs ook naar filmpjes van weer en klimaat en intertropische convergentiezone. En plaattektoniek, die moet je gewoon ook weten. Voordat ik begin, u kent de kaartjes van de Geo, die gebruik ik. Dat schijnt te mogen als je onderwijsfilmpjes maakt waar je helemaal niets mee verdient, zoals ik doe. Heb je een ander boek, geen enkel probleem. Die hebben natuurlijk dezelfde eindtermen, dus iedereen probeert op dezelfde manier zo'n leerlingen te helpen met goede informatie. Is het een ander kaartje als je gewend bent, dan leer je alleen maar beter kaart lezen. En is het een kaartje wel wat je in je boek hebt staan, nou ja, doe je voordeel ermee. In feite maakt het niet uit. Dit is de geomorfologie, dat betekent letterlijk de vorm van het landschap. En dat is dan het resultaat van de endogene krachten, de opheffing, de vulkanisme, het vulkanisme en de combinatie met de verwering en erosie en sedimentatie die dan het landschap vormt. Eigenlijk is het een simpele indeling. Je hebt de Andes hier, dat is natuurlijk de ruggengraat, en een aantal hooglanden, dat zijn eigenlijk oude schilden. En drie belangrijke riviersystemen, het Amazone riviersysteem, de Orinoco in het noorden en de Parana in het zuiden. En die vormen in grote delen, in grote lijnen vormen die het landschap in Zuid-Amerika. Natuurlijk zijn er allemaal details en daar komen we nog op terug. Zuid-Amerika heeft uiteraard vastgezeten aan Afrika. Onder invloed van de convectiestromen zijn ze uit elkaar gaan stromen. Is de Atlantische Oceaan ontstaan en is ook deze continentale plaat gaan botsen op deze oceanische plaat. En is hier een subductiezone ontstaan. Hier zie je het oercontinent Pangea met Zuid-Amerika en het daaraan vastgelegen Afrika. En op dat moment waren er natuurlijk al gebergtes. En die gebergtes die zijn er nog steeds. Dat is dat hoogland van Brazilië en het hoogland van Guyana. En je ziet ook dat het samenvalt met de vindplaats van bepaalde mineralen. Onder meer ijzer en bauxiet. En deze oude schilden vind je natuurlijk ook nog terug op het kaartje van de huidige plaattektoniek. Hier heb je de oude schilden. Niet helemaal meer hetzelfde, want gedeeltelijk is hier de nieuwe Amazone overheen gekomen. Hier zie je de oude Amazone getekend, dus die stroomde vroeger van dit hoogland naar het laagland hier. Maar dit is geen laagland meer, omdat door de botsing van de continentale plaat op de oceanische plaat een subductiezone is ontstaan en daarmee de Andes omhoog is gekomen. Dus is de Amazone andersom gaan stromen. Nou, deze hele plaattektoniek moet je natuurlijk heel goed kennen. Ik focus niet op alles in, maar ik focus nu even in op de subductiezone zelf. Nou, hier heb je dan de oceanische plaat. Op deze plek heet die de Nazca-plaat. En duikt onder de Zuid-Amerikaanse plaat. En daarmee wordt het Andesgebergte gevormd. Dat is in werkelijkheid best complex. Meerdere fases. Wel of niet vulkanisme komen we zo op terug. Ook een paar hotspots getekend zijn hier. Kunnen ook behandeld worden. Hè? Net zo goed als de Midden-Oceaanse rug behandeld zou kunnen worden. Een bijzonderheidje in Zuid-Amerika, en daar gaan misschien examenmakers wat mee doen, is dat je vulkanen hebt, uiteraard actieve vulkanen, in de hele subductiezone. Maar er zijn ook een aantal plekken waar het dan niet is. Hier is geen vulkanisme en daar is geen vulkanisme. En dat is waarschijnlijk, niemand kan onder de aardkorst echt kijken, maar je kunt heel veel onderzoek doen. Komt het omdat hij hier min of meer in een soort horizontale lijn onder het gebergte schuift en niet diep genoeg komt om te smelten. En dan de lichte delen van de aardkorst komen dan niet omhoog. Nou, dat is een van de verklaringen. Dit hele gebied is vrij complex en in meerdere fases gevormd. Mocht er een examenvraag of een schoolexamenvraag over komen, krijg je er altijd een bron bij. Altijd goed lezen en gebruiken en dan moet je eruit kunnen komen. Ik heb een paar van die bijzonderheden die ik graag even wil behandelen. In de eerste plaats heb je hier natuurlijk een trog. Die wordt gevormd doordat deze korst eigenlijk een stukje van die korst mee naar beneden trekt. Dat is de Atacama-trog. Heet die daar. En die is heel erg heel bijzonder. En dan op korte afstand krijg je dan het plooiingsgebergte, wat veroorzaakt wordt door het naar elkaar toe bewegen van deze platen, waardoor er plooiing ontstaat. Je hebt ook op veel plekken vulkanisme, niet op alle plekken, maar dat geeft nog een extra boost van intrusies, van graniet bijvoorbeeld. En als het uitvloeit, heb je natuurlijk lavasteen. Dan heb je meerdere fases van gebergtevorming gehad. Dit zijn er dan twee. En daartussenin ligt een oud sedimentafzetting, een oude sedimentafzetting, misschien wel ontstaan door de Amazone die toen nog die kant opstroomde. Dan krijg je hooglanden die hoog komen te liggen. Dat wordt dan het voorland Pekken genoemd. Kortom, hele complexe endogene krachten. En namen die gebruikt kunnen worden. Ze kunnen bijvoorbeeld Antiplano noemen. Dan kan jij denken, wat is dat? Dat weet ik helemaal niet. Vergeet niet dat je een atlas hebt.
Of het nou Akarta of de Grote Bosatlas is, daar staan heel veel dingen in. Leer daar goed mee werken en gebruik hem ook. Even terug naar die delfstof. Je hebt natuurlijk veel ijzer. Dat heeft iets te maken met die oude schilden, want dat ijzer is allemaal gevormd in hele oude oceanen. Komt ook bauxiet voor, dat heeft met bodemvorming te maken, want dan spoelt alles uit behalve het aluminium. En hier heb je door magmatische differentiatie allerlei bijzondere metalen die dan in mijnen gewonnen worden. Hier een doorsnede van het gebied, hier heb je de Andes, hier heb je het Braziliaanse hoogland. En hier zie je dan een beetje waar je die stoffen kunt verwachten. Hier in de oceaan heb je nog olie. Martin Bakker, hoe wordt olie gevormd, is ook een filmpje over. Belangrijk om te weten, omdat het voor de economie van Zuid-Amerika hele belangrijke dingen zijn. Nou, dit zou je even kunnen gebruiken om het te herkennen. Wat is nou wat? Nou, dit zijn ijzermijnen. Dit zijn, dacht ik, bauxietmijnen. Dit is een kopermijn. Dit is een latosol. En je moet het gewoon herkennen. Magmatische differentiatie. Nou, je moet eigenlijk naar zo'n subductiezone gaan en dat daar dus materiaal omhoog komt. Niet alles bereikt het aardoppervlak, dus het is niet altijd een vulkaan. En als het daar binnenin blijft, dan heet het een intrusie. En dat zijn dan vaak granieten. En in die granieten zitten alle stoffen die je maar kunt voorstellen, maar het eerste kristalliseert bijvoorbeeld kwarts. Dat is een stof met een hoog smeltpunt. Dus die gaat als eerste gaat die smelten. En dan degene met een laag smeltpunt, die blijven nog in beweging en die verzamelen zich soms op bepaalde plekken. En dan krijg je ook dat er heel veel druk ontstaat en dan ontstaan er van die barsten en cracks. En daarin zit dan een veel hoger percentage zilver, tin, goud, koper dan in de afgekoelde magmakamer. Daar zit het ook nog wel in, maar zo weinig dat je er niks aan hebt. Nou, dat heet magmatische differentiatie. En als dit gebied wordt opgeheven, en dat gebeurt, dan komt het ook aan het oppervlak liggen. Dan erodeert dit bijvoorbeeld allemaal weg. En dan krijg je op sommige plekken komen die aderen, die komen aan het aardoppervlak te liggen. Ja, en dan is het bingo. Dan vind je gewoon klompjes goud of een winbare hoeveelheid koper. Een stuk voor zo'n land interessant. En mits ze het ook goed verdeeld hebben in het land, kan het hele land ervan profiteren. Maar ja, vaak is dat niet zo. Maar daar komen we nog wel even op terug. Nou, hebben we de ondergrond gehad. En nu gaan we naar de vorming van het aardoppervlak kijken door invloed van het klimaat. Nou, belangrijk voor het klimaat van Zuid-Amerika zijn de zeestromen. Hier in het zuiden heb je natuurlijk Antarctica liggen. Dus daar komen een paar koude zeestromen vandaan. Hier bijvoorbeeld de Patagoniëstroom, deze stroom en deze stroom. En die hebben veel invloed op het weer, want die beperken eigenlijk de hoeveelheid neerslag die dan in zo'n gebied valt. En dan moet je ook nog erbij bedenken dat hier een aflandige wind is. Dus dit is een heel erg droog gebied en daar komen natuurlijk ook woestijnen in voor. Die met een duur woord aride gebieden worden genoemd. Verder heb je natuurlijk de intertropische convergentiezone die in juli hier ligt en in januari daar ligt. En die brengt dan de regens mee. Hè? In juli regent het vooral hier en in januari regent het vooral hier. Het hele jaar door heeft de Amazone daar natuurlijk regen van en de Orinoco in een bepaald seizoen. En die andere rivier die hier zat, die heeft een iets minder extreem verschil. Nou, je hebt warme golfstromen, die natuurlijk wel weer veel neerslag geven. Je hebt de uitzonderingssituatie El Niño, daar gaan we apart op in. En je hebt een aantal hoge drukgebieden die hier dan liggen en die dan in een bepaalde overheersende windrichting zeestromen veroorzaken. En allemaal in feite niet nieuw. En als je het echt nog niet weet, dan zul je naar filmpjes terug moeten als weer- en klimaatfactoren van mij of naar de intertropische convergentiezone. Nou, die klimaten die resulteren in landschappen. En die landschappen die zul je ook allemaal kunnen vinden in de atlas. Ook de namen, hè, dat dit Caatinga heet en dat Cerrado. Ik spreek het overigens totaal verkeerd uit. Ik heb eens een Braziliaanse jonge vrouw ontmoet in een vliegtuig. En die probeerde ik uit te leggen dat ik die filmpjes maakte. Maar ze begreep me helemaal niet tot ik het opschreef. En toen sprak zij die namen uit. Nou, ik kan het niet opnieuw doen. Het gaat gewoon niet. Maar goed, het is belangrijk dat je weet dat het tropisch regenwoud selva wordt genoemd. Het is niet zo dat je het hoeft te onthouden. Dat iemand zal zeggen van hoe heet het tropisch regenwoud, dan moet jij zeggen selva. Maar als je het niet herkent, dan raak je misschien in paniek. En in feite zijn er een aantal trends hierin te ontdekken van nat naar droog en van hoog naar laag en van warm naar koud. En daar gaan we het natuurlijk nog over hebben. Nou, natuurlijk zit er een nat-droog gradient van de evenaar, waar het natuurlijk veel regent, naar de subtropen, waar het dan droger wordt. En dat gaat dan in de tropisch regenwoud, savanne, steppen. Echte woestijnen heb je hier vooral langs de kust, omdat je hier die koude zeestromen, die aflandige wind en die regenschaduw hebt. Als wind daar vandaan komt, ja, dan komt het eigenlijk nooit daar.
Dus die trend zit er allemaal in. Je hebt natuurlijk duidelijke hoogteverschillen en dus ook daarmee samenhangende klimaatzones. En dat zijn eigenlijk simpele dingen. Als je het nog niet weet, moet je gewoon even terug naar de tekentafel en opnieuw beginnen. Een belangrijk element om te begrijpen hoe het nou eigenlijk met het klimaat zit in Zuid-Amerika en om El Niño te kunnen begrijpen, moet je snappen dat op de grote oceaan en normaal gesproken deze winden waaien. En dat heeft te maken met de drukverdeling. Nou, wind, zoals je weet, is lucht die zich verplaatst van hoge naar lage druk. Hier binnen het hoge lage drukgebied vaak liggen. En op de evenaar liggen lage drukgebieden. Natuurlijk is dat ook hier zo. Hier ligt ook een lage drukgebied. Maar omdat hier bijna het hele jaar door deze winden waaien, is er een voortdurende neiging om het warme oppervlaktewater weg te blazen in de richting van Indonesië. Dus de echte lage druk die heeft de neiging om hier te gaan liggen. En de hoge druk die heeft de neiging om hier te blijven liggen, omdat koud opwellend water ook weer de luchtdruk verlaagt. Dus krijg ik een versterking van winden die voortdurend maar in deze richting waaien. En met deze winden mee ontstaan er dan ook van die zeestromen. Nou, dat is even de basis. Waarbij je ook nog even kunt vaststellen dat hier op het noordelijke halfrond de wind dus een afwijking naar rechts heeft, als je hem in je rug hebt. En hier op het zuidelijke halfrond heeft een afwijking naar links. Wet van Buisballot. Hier heb je het volledige El Niño plaatje. Het is dus de normale situatie. En hier zie je de normale situatie getekend in een dwarsdoorsnede. Waarin je ook dan moet begrijpen dat als wind de oppervlaktewater wegblaast, het oppervlaktewater aangevuld moet worden van onderaf. En dan koud voedselrijk water opwelt. Dus normaal gesproken heeft Zuid-Amerika een klimaat wat droog is. Wel veel visvangst en nou prima. El Niño, exact hoe het komt, zal niemand je kunnen vertellen. Maar dan vindt er een verstoring plaats van in dit gebied. Kan zijn dat hier eens een keer een hele heftige orkaan woedt. En zoals je weet hebben orkanen bepaalde windrichtingen die ook draaien. Dus dan zou het warme water teruggespoeld kunnen worden op een gegeven moment. En dan krijg je ook een drukverschil wat dan gaat afnemen. Want dan is de lage druk die daar lag, die ligt opeens ergens anders. Die hoge druk is niet meer zo verschillend. En dan krijg je een terugstromen van het water. Waardoor de opwelling van het koude water minder wordt. En dan krijg je ook een zelfversterkend effect. Want als dit water warmer wordt, dan wordt de luchtdruk ook weer wat lager. En dan is dat verschil op een gegeven moment omgekeerd. Dat gebeurt eens in de 3 tot 7 jaar. Dat wordt El Niño genoemd omdat ze het met kerst beginnen te merken. En El Niño betekent kerstkind. En dan krijg je omgekeerd weer. Dan krijg je droog weer in Indonesië. Dat is natuurlijk niet goed, want dan gaat de oogst niet door. En je krijgt nat weer in Zuid-Amerika. Dat is ook niet goed, want dan krijg je overstromingen. Dus El Niño is niet de gewenste patroon, maar het komt voor en jij moet weten wat het is. Nog even een plaatje over de hoogteverschillen. Dus hoe hoger, hoe kouder. En dan krijg je ander soort landschappen. Dat speelt natuurlijk vooral in de Andes. De van warm naar koud gradient zit er natuurlijk vooral van de evenaar hier. En dan daarvan af wordt het kouder. En er zit ook een nat en droog gradient in. Maar die wordt een beetje beïnvloed door de verschillende gebergtes. Nou, dat staat natuurlijk ook allemaal in de atlas. Dat kun je er allemaal in terugvinden. En als je een moeilijke vraag erover krijgt, staat het natuurlijk vast ook iets in de bronnen. Dus leer gewoon jezelf daar goed gebruik van te maken. Landschappen herkennen. Dit zijn plaatjes die je trouwens ook in de atlas kunt vinden. Het is goed om te weten hoe dat dan zit. Hè? Dit is bijvoorbeeld de Katinga, dat weet ik toevallig. En zet hem anders even stil. En je klein atlas oefeningetje. Dit is toevallig de Katinga. Een soort doornstruik, savanne. Dit is een mangrove. Dit is de pampa, die ligt hier. Dit is het tropisch regenwoud, de selva, die ligt hier. En dit is de savanne, die daar ligt. En die andere, die zijn er niet. Oefen het, zet hem even stil en kijk naar het volgende plaatje. Ook even stilzetten, dan kan je het nakijken. Nou, in de Andes, onder meer, maar ook in de hooglanden, heb je natuurlijk een reliefverschil gekregen door endogene krachten. En die endogene krachten die wekken ook weer heel veel verwering op en erosie. En dan gaat het water, neemt het spul mee, of in ijstijden ijs. Of de wind in enkele gevallen. En dan stroomt dat naar beneden. Dan krijg je de sedimentatie in de rivierbekkens. En uiteindelijk krijg je de deltavorming. En dat vindt ook allemaal plaats in Zuid-Amerika. Kijk, de Amazone, de grootste rivier in dat gebied, heeft een hoogtebied. En ook een behoorlijk onregelmatig regime. Hier is het laag, daar is het hoog. Dat heeft dan te maken met waar ligt de intertropische convergentiezone op dat moment. Nou, hier ligt hij dus echt in het stroomgebied van de Amazone. Hier ligt hij er eigenlijk het verst vanaf.
Bij de Orinoco in het noorden is dat uiteraard een beetje de nazomer, dat de laag natuurlijk het laagste is. En in de Parana heeft een wat regelmatiger regime, zou je kunnen zeggen. Je ziet jouw verstevigde plaatjes van de intertropische convergentiezone. Dat is uiteraard, dan ligt hij het meest op het noordelijk halfrond, dat is juli. En hier ligt hij het meest op het zuidelijk halfrond, en dat is dan natuurlijk januari. Winden die passen zich aan, die stromen naar het lage drukgebied toe. De relatie tussen het gebied en het klimaat, nou, je kan het goed zien. Hier in januari ligt het lage drukgebied dus boven, iets voorbij het stroomgebied van de Amazone. Heeft de Amazone een iets lager gebied. Daartussenin, dat zal in maart en in oktober zijn, ligt hij eigenlijk boven de Amazone. En dan krijg je de hoogste afvoer. En de Orinoco, die een beetje in het noorden ligt, heeft vooral in juli, augustus, de hoogste afvoer. Dat klopt ook wel. En de Parana heeft een wat regelmatiger klimaat, dat zie je ook. Nou, dit is het einde in het Portugees, Spaans en het Quechua. Dankjewel voor het kijken. En op naar de volgende video over de sociale geografie.